Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog en leuk dat je kijkt. De weekvlog van de Diva Winkels gaat deze week over de don'ts en de do's tijdens de warme dagen. En ik ben vandaag in Sneek en ik laat jullie de winkel zien. Wat heb ik aan vandaag op woensdag in Sneek? Ik heb een heel leuk jurkje aan, maar dit jurkje was eigenlijk niet de bedoeling, want het was gisteren 36 graden, de hele hete dinsdag. En ik reed vanmorgen weg bij mijn huis, heel mooi weer, zonnig, dus ik had een leuk jurkje aan van Ladres, rood, geen mouwtje erin en ook vrij kort. Maar het was heel erg warm. Maar ik reed richting Friesland, ik reed richting Sneek en het werd steeds kouder en kouder. Nou weet ik dat ik dat vorig jaar ook al eens een keertje heb gehad, dus ik moet gewoon beter opletten. Dus ik kwam hier bij de winkel en het was gewoon hartstikke koud. Dus dit jurkje had ik nog in het magazijn liggen. Het is een jurkje van Street One en Street One nemen we eigenlijk nooit in. Maar ik vond hem zo leuk, dus ik heb hem in het magazijn gehangen. En die heb ik maar even aangeschoten, want die heeft een wat dikkere stof, een driekwart mouwtje. En het is iets behagelijker voor dit moment. Dus dit leuke jurkje is van Street One. En ik heb weer sandaaltjes aan met leuke strassteentjes erop. En dit is dus nu mijn look van de woensdag. Hier in Sneek wil ik jullie eventjes wat laten zien. Twee items die met hele warme dagen vaak gedragen worden, maar die toch wel een beetje gevaarlijk zijn. Het eerste item is de driekwart broek. Een driekwart broek is een heerlijke luchtige broek voor warme dagen. Maar best een gevaarlijk item. Want het is 1. De lengte. En 2. Het schoeisel wat je erbij draagt. En nummer 3. De top die je erop draagt. Nou, wat is dan gevaarlijk aan de lengte? Het eindigt vaak precies op het breedste deel van ons been, op onze kuit. En daardoor oogt hij vaak een beetje plomp. Als je deze draagt, kijk dan even in de spiegel en als je vindt, oh ja, hij eindigt inderdaad op het breedste deel van mijn been, van mijn kuit, dan is het handig om hem even een slagje op te draaien en dan oogt hij misschien net even wat slanker. Ook is het gevaarlijk, het schoeisel. Heel veel dames dragen bij een driekwart broek stevig schoeisel. En bij een zomerdag is dat natuurlijk fijn, maar bij zo'n driekwart broek oogt dat heel erg plomp. Dus als je een driekwart broek draagt, draag dan ook een beetje vrouwelijk schoeisel. Bijvoorbeeld deze met een sleehak. Heel fijn om te dragen, groot draagvlak, maar toch even wat vrouwelijker en het verlengt je been. Of een leuk fris pumpje in een lichte kleur is ook heel leuk onder de driekwart broek. En dat maakt het dan toch nog net even wat vrouwelijker. Nou, die driekwart broeken zijn natuurlijk in allerlei stoffen, ook in jeans zie je ze vaak voorbij komen. En kijk dan gewoon ook eens even of je er een leuke top op hebt, een beetje vrouwelijke top, zoals deze met kant. He, je ziet heel vaak dat dames er een t-shirt of een katoenen top op dragen, dan wordt het allemaal zo sportief. Kies nou eens gewoon voor een leuke kanten top of iets met zijde, dat is net even wat vrouwelijker en wat zachter. Hier ook een hele leuke lichte top van Elsewhere, van voor kort en van achter lang. Mooi dun stofje en dan oogt de look alweer veel vrouwelijker en frisser en moderner. Nou, wat je ook vaak ziet, nummer 2, is het shortje. Het shortje is natuurlijk heel leuk in de zomer als je hele mooie benen hebt en lekker cool. Maar een shortje vind ik dat niet kan op het werk. Als je naar het werk gaat kun je beter kiezen als je iets van jeans of van wit of crème wil dragen. Een beetje kort. Kies dan voor een jeans rokje of een wit rokje. En dan doe je daar een leuk stoer t-shirt op en dan is het veel vrouwelijker en aangekleder. Nou, ook voor de warme dagen is een linnen broek heel fijn. Een linnen broek is vaak een wat wijder model in de zomer. En dat is dan een beetje een palazzo model en het zit al wat hoger en je krijgt er hele lange benen door en het fladdert lekker om je benen. Dus is ook heel erg luchtig tijdens de warme dagen en een hele leuk item om een keertje te gaan dragen.
Nou, dit zijn de tips die ik wilde geven voor de warme dagen. Ik ga in Haren ook even wat items uitkiezen waarvan je zegt, nou, die zien we heel erg vaak en wat kun je daar dan voor in de plaats dragen. En in Zwolle ga ik dat ook proberen. Dus deze week de don'ts en de do's voor de warme dagen. Het was erg druk onderweg, misschien zag je het in het stukje van het ritje hier naartoe. Er is weer Titi, een stukje van de camping heb ik laten zien. Maar als ik straks terugrij naar huis, dan rij ik aan de goede kant van de snelweg en dan zal ik nog even een shot maken van die Titi camping, want dat is altijd heel leuk en heel vol en nou, meestal heel rokerig. En dan zal ik dat even laten zien. Hier in Haren. Woensdag had ik het over in Sneek, over de driekwart broek. En dat je daarvoor in de plaats ook een rokje of een wat wijder modelbroek kan dragen. Nou, die heb ik dus nu vandaag ook aan. Het is een broek met een wijde pijp, heel dun stofje. Er zit ook een mooi glansje overheen van Hugo Boss. En als het heel erg warm is, dan voel je deze broek eigenlijk niet. En het staat wel heel gekleed. Daarop heb ik een mooi shirt of blouseje met een fantastische kraag met een strikje van Valentino. En het is heel eenvoudig, maar toch heel netjes en gekleed. En daar wil ik het nog even over hebben. De tip van de do's en de don'ts. Nou, doe een mooie top en don't, doe een gewassen t-shirt. Want we zien heel vaak in het straatbeeld dat, het is natuurlijk niet heel veel mooi weer in Nederland. Heel erg mooi weer. Dus wat doen mensen dan? Als het heel mooi weer is, dan pakken ze een top of een shirt uit de kast die ze eigenlijk al jaren hebben. En die ziet er dan vaak heel verwassen uit. Een verwassen shirt, je ziet het meteen, de kleur is niet mooi meer, het model is niet mooi meer. Soms zit er een opdruk op en dan is het wat krakelé. Nou, het ziet er ook niet mooi uit of wat strassteentjes die er dan van af zijn. Dus ook met de warme dagen, wees selectief in wat je uit de kast pakt. En zorg ervoor, het hoeft niet heel warm te zijn of heel chic. Maar een mooie top van zijde of een hele dunne stof of zoals deze van katoen, dat is ook lekker cool tijdens de warme dagen. Dus ik zal zo meteen hier in Haren nog even een paar hele mooie tops laten zien. Dan weten jullie wat ik bedoel. Nou, ik heb wat klaar hangen. Ik heb in 2 minuutjes wat kunnen pakken, want we hebben zoveel keus hier in de winkel, maar ook in Zwolle en in Sneek. Heel veel mooie tops. Wat heb ik bijvoorbeeld gepakt? Ik heb hier een heel mooi shirt van Markeen. Er zit zijde in en vooral de fantastische mouw vond ik leuk om te laten zien. Het is dus een shirtje, heel lekker soepel. Je voelt hem niet als je draagt, maar als je hem aan hebt, dan heb je toch even, net even wat vrouwelijker en mooiers aan dan een gewoon t-shirt. En in een fantastische kleur blauw. Als je zegt, nou, het is me veel te vrouwelijk, ik wil wat sportiever, kun je ook kiezen voor een polo. Deze is van Burberry. En dan door dat ruitje en het kraagje heb je toch even net iets wat leukers aan dan een gewoon t-shirt. Als je toch op zoek bent naar een top, heb ik hier ook nog een hele mooie van Vera Mond. Hij is dubbel laags, dus je hoeft er verder niks onder aan te trekken. Leuk bling bling detail, maar 42. En als je deze top op een witte broek doet, of in een van de kleurtjes die in de top zitten, of op een rokje natuurlijk, dan zie je er gelijk heel erg zomers, maar ook vrouwelijk uit. Nou, ik heb een witte top aan. Dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk in de zomer. Wit of crème. Hier heb ik eentje van Hai. Het is een linnen top. En Hai heeft altijd allerlei bijzondere details. Er zit allemaal kant aan. En een leuk borduursel. En ook aan de achterkant zit ook het merk geborduurd in het shirt. Lekker linnen look, dus lekker luchtig en totaal niet warm. In Sneek liet ik ook al iets zien in kant. Nou, ik heb hier ook een blouseje, want heel veel dames vinden het wel fijn als de armen wat bedekt zijn.
Dus dit is een heel luchtig blouseje. Je doet er een topje onder. En door het mooie kantje is hij net even wat specialer. Als je zegt, nou ik heb toch liever mijn armen helemaal bedekt, dan heb ik hier nog een blouse in een driekwart mouw met een leuk strikdetail. Je kan hem strikken, maar je kan hem ook nonchalant los laten hangen. En dit kun je gewoon lekker over een wat strakkere broek dragen, lekker luchtig. En je kan hem ook erin dragen, dan kan dit wat bij een wijdere broek, zoals ik bijvoorbeeld nu aan heb. Dus zo'n blouseje, het lijkt warm, maar het is lekker luchtig. En vooral als je zoekt naar een zijdeachtige stof of iets met katoen of linnen, ja, dan voel je dat eigenlijk niet als het heel erg warm is. Nou, je kan ook nog op zoek gaan naar een shirtje met een mouwtje, maar wel met een luchtig mouwtje, zoals dit. Het is van zo'n gaasstofje. Dan zie je eigenlijk je armen helemaal niet, dan zijn ze bedekt. Maar het is wel lekker luchtig. En hier, deze heeft bijvoorbeeld hele mooie kraaltjes. Dus het is echt een hele mooie top. Het lijkt alsof het twee shirtjes zijn, maar het zit gewoon aan elkaar. Dus wil je graag je armen bedekken, kies dan voor zo'n blouse met een driekwart mouwtje. Of voor zo'n gaasstofje. En dan is het toch nog lekker luchtig. Nou, genoeg keus dus hier in Haren. Ik hoop dat je wat aan de tips hebt gehad. Dus zorg voor een mooie top als jij de deur uitgaat. En als je de tuin ingaat of je gaat een dagje klussen of zo, dan kun je dat t-shirt natuurlijk altijd nog aan. Maar voor als je op stap gaat, even een leuke top. Hi, goedemorgen. Het is zaterdag en ik ben weer in Zwolle. Wat heb ik aan? Ik heb weer een leuk jurkje aan van Ladresse in die heerlijke soepele stof. In een mooie knalgroene tint. En daaronder een sandaaltje met strass. En die zit altijd heerlijk en dat is fijn als je de hele dag moet staan. Het jurkje is trouwens grappig, want het lijkt net of het een rokje met een bovenstukje is. Maar het is dus een jurkje en hij heeft ook nog een overslagje. Dus ook dit model heeft Ladresse in allerlei kleurtjes. De look van de zaterdag. Hier in Zwolle ga ik ook weer een aantal do's en don'ts laten zien voor deze zomer. Ik begin met een rok. We hebben het over de driekwart broek gehad in Sneek. We hebben natuurlijk ook een driekwart rok. Dit is een driekwart rok. Die komt bij mij precies op mijn kuit. En dit is geen charmante lengte. Als je een rok wil dragen, doe het dan boven de knie, op de knie, onder de knie of lekker lang tot op je enkels. Maar niet zo'n driekwart model. Die staat eigenlijk niemand charmant. En vooral als je er dan ook nog dichte schoenen onder draagt, wordt het geen leuk geheel. Je hebt ze in allerlei lengtes natuurlijk, die mooie rokken. Dus kies eens even uit wat een goede lengte voor je is. Maar let ook goed op het model. Je hebt natuurlijk strakke rokken, die moeten niet te strak zitten, zodat ze blijven hangen. En je hebt ook wat wijdere modellen, maar die moeten wel op het goede moment wijd worden. Want als je hele brede heupen hebt en ze worden daar al wijd, dan wordt het een heel groot geheel. En je hebt ook rokken die beginnen eerst even wat smal en lopen dan wat wijder uit. En die zijn dan weer veel fijner voor de bredere heupen. Dus rokken, ook goed opletten wat voor model het is. Ook een don't is een t-shirt met een groot logo en dat is best heel leuk. Maar op een bepaalde leeftijd moet je ook goed kijken wat er op het logo of op de print staat. Ik vind het altijd wel heel vermakelijk om te zien dat er soms wat dames, die eigenlijk dat logo niet meer kunnen dragen, met een bepaald printje lopen. Bijvoorbeeld dit soort printjes, Kiss Me Hard, Love Me Tender of The Bitch Is Back of dat soort teksten. Ja, ik vind dat echt iets voor jonge meiden en je moet goed opletten wat er dan op de logo's en de print staat. Je kan bijvoorbeeld ook, even kijken, ik had hier ook nog iets. Daar is die andere witte.
zoals deze. Star Girl versus Star Boy. Ja, als jij op een bepaalde leeftijd bent, vind ik dat je dit soort teksten dan niet meer moet gaan dragen als je geen girl, maar een woman bent. Dus dan kun je beter gaan voor een logootje met een merk of een helemaal effen shirtje. Of een shirtje met een logo met wat teksten die wel geschikt voor je zijn in een rustig tintje. En je hebt natuurlijk ook hele leuke prints die vrij rustig zijn. En dat past natuurlijk veel beter op een bepaald moment. Dus let ook goed op wat er op de print staat voordat je hem aantrekt. Oké, nou, dit waren de tips voor hier in Zwolle. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het trouwens heel leuk om allemaal tips te geven van wel en niet. En je weet, je moet zelf weten wat je ermee doet. Als jij denkt, ik doe wel de driekwart broek met de dichte schoen aan. Of ik doe wel een heel groot leuk logo op met een hele schokkende tekst. Moet je allemaal lekker zelf weten. Alleen dit zijn mijn tips. En bedankt voor het kijken. Vind je het leuk? Wil je dan alsjeblieft abonneren? Dan kunnen we nog veel meer van dit soort vlogs maken. En kijk ook op Facebook en Instagram. Op Instagram en op Facebook zetten we elke keer weer nieuwe leuke items. En we geven daar ook vaak iedere keer een leuke tip. Dus ook hartstikke goed om te volgen. En tot volgende week. En denk eraan, dress like a diva.